Wij eisen eigenlijk dat we rechtsgelijkheid hebben met alles wat er in de rest van de maatschappij plaatsvindt. Want het is voor velen onbegrijpelijk wat daar wel mag en in de horeca weer niet. En daarnaast eisen we een toekomstperspectief. Dus weten wat als we linksaf of rechtsaf, als de overheid linksaf of rechtsaf gaat, wat er dan voor consequenties voor de horeca heeft. Op het moment dat we naar vier mensen aan een tafel kunnen, of als ze met z'n drieën zitten, dat de vierde persoon nog aan kan schuiven, dan krijg je het sociale karakter van de kroeg weer terug. De mensen willen niet met z'n tweeën aan een tafeltje, ze willen met vier. En met anderhalve meter is dat heel anders dan dat je gewoon met z'n vieren bij elkaar kan zitten. En de mensen begrijpen echt wel dat je dan voorzichtig moet zijn. Maar als het niet mogelijk is, gaan ze het juist vaak doen. En thuis is het allemaal schimmig. En er zijn zoveel barbecues, borrels en feestjes die ongecontroleerd plaatsvinden. En ik denk dat daar de meeste incidenten uit voortkomen. En natuurlijk, het is nu ook in de horeca gebeurd. Maar ik denk dat dat een onderdeel is van het totaal. Wat verwacht u van het kort geding? Want u zegt het zelf al, de timing is eigenlijk een beetje ongelukkig. Hè? Besmetting in een café in Hillegom en sowieso een stijging in zijn algemeenheid. Ja, ik verwacht dat er in ieder geval duidelijkheid komt van dat het rechtsgelijk is dat wij gewoon ook met vier mensen aan een tafel of meer, als je de plek hebt om vijf of zes, maar gereguleerd aan een tafel. Maar het sociale karakter van de kroeg, en zeker de bruine kroeg, kunnen werkstelligen. Want wij kunnen niet meer in ons eentje, want wij zijn nog enige die overal moeten handhaven en ook nog eens een boete boven ons hoofd hebben hangen. Maar wij kunnen het niet meer uitleggen aan de mensen, omdat het niet begrijpelijk is. In de rechtbank van Den Haag kreeg horeca-ondernemer Collé alleen niet te horen wat hij wilde. De rechter hier in Den Haag was vandaag duidelijk. Hij gaf groot gelijk aan de staat, aan de minister, om alle coronaregels op deze manier uit te voeren in de horeca. Maar had ook veel begrip voor de horeca, die uiteindelijk is weggelopen met de onderhandelingen. En dat de rechter dan vandaag ook heeft geëist, opnieuw om tafel met de staat. En dat gaan beide partijen doen. Na afloop van de rechtszaak waren de Leidse horeca-ondernemers redelijk teleurgesteld. Robert Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland is wel voorzichtig optimistisch, omdat de rechter wil dat de overheid duidelijkheid geeft over de toekomst van de horeca in combinatie met de coronaregels. Wij gaan dat gesprek aan op korte termijn en dan voelen of dat potentie heeft. En dat zullen we de rechter binnen 2 weken laten weten.